jubilerende kapel goed zat. Als wij met onze muziekvereniging het Serenade brengen, vragen wij onze leden met klem zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bij deze serenade ontbreken maar liefst 14 personen. En dat zijn jullie. De reden van deze muzikale helden betreft immers jullie jubileum. 22 jaar kapel goed zat. Normaal geen jubileumgetal, maar wel een begrip in de carnavalswereld. Carnaval neemt dan ook bij jullie een belangrijke plaats in. Maar ook buiten de carnavalsdagen zijn jullie muzikaal aanwezig bij allerlei festiviteiten. Al zijn jullie een onderdeel van onze muziekvereniging, lidmaatschap bij ons is een vereiste. En de jongste 68. En wij vonden het eigenlijk toch wel nodig dat wij eens een keer naar Goed Zat kwamen. Want Goed Zat is ook een gimmick geweest. Nou zijn wij hier, wij moeten direct weer weg, want we hadden al een wagen weg. Moeten zijn op een andere plaats. Zo druk hebben wij. Maar ik hoop wel dat Goed Zat in Gimmert in december terugkomt. Want dan bestonden wij 20 jaar. En dan hebben wij. Dan gaan we de woord eraf, maar die gooien we dan gewoon, is een vrijgezel, in opbod. Dus dan kan er een bier weer een keer geven. En als je dan, dan moet je ze zelf weer daar wat voor doen. Zo mensen.
laten zeggen, op nationaal niveau. Want als ik kijk hoe die mensen van Goed Zand er nu alweer uitgedost staan, nou jongens, jullie zijn echt ambassadeurs voor Gimbel Baken. En vandaar ook dat ik u van harte wil feliciteren met uw jubileum. En daarnaast wil ik ook namens het gemeentebestuur u ook nog een envelop aanbieden. En ik hoop dat u met deze envelop vanavond de eerste schreden kunt gaan zetten. Maar ik zou zeggen, hou het nog een beetje in de maak. Want uiteindelijk zal het toch uit gaan lopen naar misschien wel een heel goed optreden van jullie. Goed zat, nogmaals, proficiat. En laat straks ook nog iets van je horen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Nogmaals, proficiat. Ze gaan staan, geef ze een daverend applaus. Maar goed, hoe is het allemaal begonnen? Ontstaan van een muziekvereniging. Eigenlijk toch vanuit de optocht. Want in een optocht, een goede 22 jaar terug, trok eens een fanfare of een kapel mee. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan van laten we in Elsendorp ook eens een fanfare oprichten. Wat inmiddels muziekvereniging heet en waar de kapel een onderdeel van is. Nou ja, in de loop van de jaren ging alles steeds beter. Eerst was het op de platte kar, want er kon nog niet lopend gespeeld worden. Maar dat gaat inmiddels allemaal zo goed dat we het laatste jaar hebben gezien. Dat was dan wel de muziekvereniging aan zich.
Maar dat is op het stukje van de kerk tot aan het buurhuis bij de intocht van Sinterklaas. Sinterklaas een kleine 100 meter eruit liepen. Dus hij lopend blazen gaat perfect. Wij als carnavalsvereniging willen jullie ook nog complimenteren met het feit dat jullie er altijd zo perfect verzorgd uitzien. Ieder jaar bijna weer een uniek iets. Zoals jullie gekleed zijn, is werkelijk perfect altijd. Wij zijn, en dat wordt van altijd door jullie dames geregeld. Ook daar is gewoon de verbondenheid met de club. De boerenbruidsparen die sluiten ondertussen ook aan. Ook onderdeel in een bepaalde tijd van de carnavalsvereniging. Wij zijn heel blij dat we hier mogen zijn. Op jullie een compilatie van 22 jaar Kapel Goedzat op band aan te bieden. Het is een 2,5 uur durende film. En ieder lid van de kapel krijgt volgende week zo'n band aangeboden. Ik zou de prins Pieter willen vragen of hij de kapelleider Nico de eerste band wil veranderen. Bij deze namens carnavalsvereniging van harte gefeliciteerd en ik zou willen zeggen op naar de 33. Stonden we voor de spiegel, zelf gemaakt en heel gepriegel. Een jas met een split en een hoge hoed, het stond zo warempel allemaal goed. 1993. Nadat we het vorig jaar zo chic waren, moesten we nou echt aan sparen. De centen waren op, het was een zware last. Dus hadden we dit jaar alles uit de kast. In rood, groen en geel, het was bij elkaar toch weer een schoon geheel. 1994.
We zaten nog steeds krap bij kas. Dus kwam de zwarte jas weer een keer van pas. Allemaal wat groen erbij gedaan. En we waren met de carnaval weer schoon. Over deze kleren waren we het wel eens. We zien wel. We vulden ons gelijk in een prins. 1995. Ad was onze prins dit jaar. Dus de pakken die waren zo klaar. Klompen, pet en een stofjas kwamen die jaar goed van pas. Dus ging de zaal helemaal plat en de kleren van goed zat. We hadden zelf uitgedaagd en vonden het ook weer goed geslaagd. 1996. Vogelverschrikker, dat leek ons wel wat. Maar met de carnaval, waar stinken die toch die dingen? Er waren niet meer te spelen of te zingen. We hebben ons maar vlug bedacht en ze mee naar de carnaval verkocht. 1997. Na gespaard te hebben, zat het er weer aan. Dus nou, Oosterse sferen. Ze leken wel echte oliescheiks en kregen hierdoor veel bekijks. Wat er allemaal blonk, waren niet allemaal goud, maar ze hadden wel een harem, van jong tot oud. 1998. Herkende jullie ze? Die zongebruinde dames en heren, in die prachtige Spaanse kleren. Een zwarte box, een schone hoed en een blouse met wijde mouwen. Het stond ze wat goed. 1999. We moesten weer zuinig gaan doen. Wat was het geval? We hadden niet zoveel poen. Dus hadden we wat oude fanfarejassen uit de kast. Veel passen en meten of het allemaal na al die jaren nog past. Ieder mocht kiezen. Een Schots keeltje of zeeman. Dit jaar was het jaar dat alles kan. We hadden veel plezier en nog geld over voor een putje bier. 2000. Een druk jaar voor de kapel. We hadden de prins en het boerenstel. Gerard en Lisette, dit jaar de klos. En we maakten allemaal een schone vos. Met de werkbox aan, dat waren wel handig. Waren we weer allemaal carnavalsbestendig. Gerard en Ria, deze keer op tijd. Maar we wilden met zo'n schoon boerenmeid. Afgehaald met de boerenkar, waren ze een keer op tijd daar. 2001. Ze gooiden het nou over een andere boeg. Want we hadden een bazen hier in de kroeg. Er moest goed worden opgelet, dus kregen we allemaal een nummer opgezet. Mijn boevenpak, je begrijpt het al, geen naam, maar een getal. Voor hun waren het handig, wij hadden plezier, maar het was niet te onthouden, wie betaalt het nu? 2002, dit jaar waren het even winnen. Niemand van goed zat waar te herkennen. Want de dames en de heren zaten nou in heksenkleden. Zoveel schmink op haar gezicht. Jullie ogen zaten bekant dicht. Maar dat gaf niks deze keer. Want ze blazen voort door wind en weer. Ze kunnen de muziek wel voort van buiten blazen. Dus niemand neemt ze nog te grazen. 2003. Zoals jullie ze hier ziet staan, hebben ze voor ieder jaar haar best gedaan. Ze hebben alles bij elkaar gevat. Het waren voor jullie in ieder geval goed zat. Maar het zal weer een schot zijn. Treedt voor u als laatste in het voorprogramma van de Goed Zat Mini Jubileum Concertreeks. De kapel uit de Wartelop, dames en heren, de Zultblazers. U ziet, ze komen niet zomaar, ze komen al uit.
besloten een aantal mannen om naast de fanfare en blaas een blaaskapel op te zetten. En uit overleveringen hebben we nog authentieke, analoge en non-virtuele beelden en klanken voor u kunnen verzamelen. Dames en heren, gaan met ons mee terug in de tijd, de vorige eeuw, het jaar 1981. En luisteren naar de eerste klanken van de Hoedzatkapel, zoals het toen geklonken moet hebben. Met het eerste werkje met de titel, dat altijd een motto is gebleven van deze club, Néglise Liseur. Hetzelfde gebleven. Voor u zit een kapel 22 jaar jong. Wat is er van deze club geworden? Wij vragen uw aandacht voor een mini-concert van deze 22-jarige blaaskapel Goed Zat uit Elsendorp. Thank you.
Hallo 2003, 22 jaar jong. 1000 oren die hebben geluisterd naar deze kapel. En de meesten zijn blijven luisteren. Als een ode en dank aan jullie enorme enthousiasme en aanwezigheid is het volgend werk opgedragen aan u als publiek. I just called to say I love you. Zo jong waren als de nieuwe generatie die nu bij de fanfare zit, bij de muziekvereniging, en toen nog niet waren we ontsproten, dan ga je rare ideeën bedenken. Ruige mannen met ruige ideeën. We gaan de wereld rond. We gaan vrede maken. We doen Flower Power na in het jaar 1981. Er is weinig van gekomen, maar ze hebben wel op de weg gebracht hier in Elsendorp. En uit die periode van de 60 en 70 jaren spelen wij nu voor u At the Hop. Thank you.
Dank u wel, dames en heren. 22 jaar is ook erg veel herinneringen. Herinneringen aan bijzonder mooie momenten. Aan bijzonder fijne momenten. Maar ook momenten die voor onszelf wat andere gedachten hadden en nog hebben. Het is goed om deze rumoerige en veel te snelle tijden met rare situaties in het verschiet nog één keer dat stukje in ons geheugen terug te laten komen in een rustig gedragen melodie door de Goedzat gespeeld, getiteld Memory. Waar wij met vedetten optraden, waarvan wij de naam wegens contractuele geheimhoudingsplichten niet mochten zeggen. Maar nu hebben wij een van deze vedettes kunnen krijgen. En het is een zeer speciale verdienste van deze kapel dat hij bereid was zijn toptalent neer te leggen in het gespreide bedje van de Goedzatkapel. Dames en heren, voor het eerst in de wereldhistorie verzoeken wij een buitenlandse gast te laten komen. Hij staat klaar en daar van de bak, Oud Horse. Jos Giovanni Martialis! Ja.
Dames en heren. Het volgende nummer dat wij voor u gaan brengen, dat is net als de rest spliksplinternieuw. Opgedaan op een van onze tournees Buitendorp. We hebben voor dit stuk hebben ook een extra dirigent mee moeten brengen. Anders zou het misschien niet lukken. En vandaar dat ik uw aandacht vraag voor Teodoro Locasino. Ik wil een grote kamp in de buurt, ja, ik kan het hier aan, maar voor
En er stonden straks om 4 uur geen eikens klaar. De streufwaniewerk, het warme bad met etherische olie en het liefdevol jihadschat zou er niet zijn. Zonder de achterban, het thuisgeroemde dames, die notabene ook 22 jaar
voor een groot aantal steeds dezelfde nummers mochten horen, vragen wij toch een speciaal applaus. En namens de leden van de Goedzatkapel nodig ik de dames van harte uit nu even naar voren te komen. De dames van de kapel, hè. Kom dan, beneden zet, alles wat leeft en doet. Ik vraag de leden van de kapel, als u uw eigen roosje kunt kiezen, het lukt hem, om een kleine roos als blijk van waardering te ontvangen voor uw geweldige inzet. Zoek de verschillen en vaart de roos. Ga je gang. Martin en Helmi hebben een beetje een probleem, want Martin weet niet of hij de roos aan Helmi moet geven of Helmi de roos aan Martin, maar dat zullen ze thuis zorgvuldig regelen. Thank you.
Ja, bedankt. Hier vanavond bij Goed Zat. Ik heb wat een en ander gehoord, dat klinkt allemaal vrekkers goed. Beter als Goed Zat, maar vrekkers goed. Ja, ik ga in ieder geval meteen over naar de onderscheiding om te beginnen bij Theo. Dankjewel Frank. Dan wil ik ook even de kapelleider naar voren hebben. Tot de onderscheiding. Een onderscheiding is natuurlijk gewoon mooi. Maar ik vind ook dat zo'n kapel ook een cadeautje verdient. En dat wordt nou overhandigd door onze punt.
Vamos!